Welkom bij de Zielsverbinding. Dit is gewoon Oerhollands, de oertekst van de cursus in wonderen. En Zielsverbinding is zo'n ongelooflijk mooi idee dat ik er blijf genieten, zeg maar, om hierin te stappen telkens weer. Nu vandaag met een idee, dat is een genezend bewustzijn. En een genezend bewustzijn, kun je zeggen van, ja, wat is dat dan? Nou, dat is in feite jouw bewustzijn. Als jij je functie vervult, hè, als jij uit de weg gaat in feite met jouw ideeën, kom je tot een genezend bewustzijn, want dat is het licht wat jij bent. Dat geneest alles. Genezen in de zin van, laat alles gewoon zo zijn als het werkelijk is. Laat alles op zijn plek vallen. Wil niet het, zeg maar, verdraaien in zijn eigen verhaal. Dus dat is een hele duidelijke manier van dat te zeggen. Maar de praktijk ervan is interessant. Want jouw waarneming van alles zit dat behoorlijk in de weg. Want zodra je iets waarneemt, je neemt het voor waar aan. Je waarneemt het. Je neemt het voor waar aan. Ja? Dat is een nieuwe ontdekking natuurlijk. Dit woord is waarnemen. Zodra jij iets waarneemt, is het voor jou waar. Wat het ook is, maakt niet uit. En je kunt ook zeggen, zodra ik iets waarneem, heb ik iets beoordeeld. Want ik zie alleen maar wat ik wil zien. Met andere woorden, ik projecteer mijn idee op alles wat ik zie. Daar is geen uitzondering. Nou, dit principe komt straks weer terug in een van de onderdelen die we gaan gebruiken om hier los van te komen, zeg maar. Dus om iets waar te nemen, om iets echt werkelijk te zien voor wat het is, niet waarnemen met je ogen, maar om te zien voor wat het is, zul je dus in feite moeten erkennen dat de waarneming die je hebt niet een feit is, niet een waarheid is, maar alleen maar een reflectie van jouw ideeën over jezelf. Jij ziet letterlijk je eigen wereld. Alle onderdelen daarvan die passen precies binnen het plaatje wat jij hebt gemaakt en je voelt je erin thuis. En je denkt ook dat je zelf daarin werkelijk bent. Zo, dit is natuurlijk de essentie van wakker worden, is in feite zien dat en de droom en ook de dromer allemaal niet waar zijn. Want jij neemt jezelf namelijk ook waar. Je kijkt in de spiegel en je zegt, goedemorgen, hoe gaat het vandaag? En je hebt een idee over jouzelf. Dat bevestig je door jouw waarneming. Je neemt het voor waar aan. Het is niet waar. Dus zowel de droom, waar jij een totaal onderdeel van bent, jij bent die droom. Zolang je die waarde geeft, ben jij die droom. En dat is in feite wat ongedaan wordt gemaakt. Met een cursus in wonderen gaat het stap voor stap, hè, elke dag een les. En we komen bij elkaar en we gaan daar dieper induiken. En de dieper induiken is eigenlijk meer, wordt je continu een ervaring aangeboden. Een ervaring die losstaat van jouw waarneming, van je wereld, van die droom, van jezelf. En in een diepere laag. Het is helemaal niet zo ingewikkeld eigenlijk. Zo'n diepere laag die sowieso al aanwezig is, die je ook voelt, die, zeg maar, dingen laat opborrelen in jezelf. Je voelt het, dat doet iets met jou. Maar als jij je waarneming daarvoor in de plaats zet, dan is je aandacht weg van dit gevoel wat hieronder zit, zeg maar. Dus je zit duidelijk in je zielsbewustzijn, kun je zeggen, zit je een laag dieper. Dit heeft niks meer met waarneming te maken. Dat heeft met waarheid te maken. Dus er zijn twee dingen, waarheid en waarneming. Je neemt iets voor waar aan of iets is waar. Dan hoef je het niet waar te nemen, dan is het.
Nou, voor waarneming zijn we actief. Dus dat is ook een karakteristiek. Zo van, voor waarneming ben je heel actief. En je bent continu bezig in feite om dat waar te maken. Het moet de hele tijd waargemaakt worden. Het moet bevestigd worden. Het moet herkend worden. Je gebruikt het voor je eigen identiteit. Je herkent jezelf in dingen, in mensen, in situaties, in plaatsen, in tijden. En aan al dat. Maar dat is een heel actief gebeuren waar je eigenlijk wat je hebt ontdekt met mij waarschijnlijk ook, is dat je daar heel erg moe van wordt. Je wordt er heel erg moe van omdat het in feite niet werkelijk is. Dus je bent een soort substituut werkelijkheid. Je probeert een vervangende werkelijkheid in stand te houden. Een soort kaartenhuis. Probeer je de hele tijd overeind te houden met je ideeën, met je, ja, zoals ik zeg, in je relaties, in je wereldbelevenis, in jouw interacties met mensen, in dit en dat. Continu vraag jij bevestiging van dat jij, zoals jij jezelf waarneemt, dat dat waar is. Nou, je ziet hoe fundamenteel dit is. Ga je dat opgeven? Dit karakter wil dat het liefst niet opgeven. Want dit karakter leeft bij het idee dat deze droom een, zeg maar, een plek is waar je kunt wonen, waar je kunt zijn, waar je kunt beleven. En dat laat je niet van jezelf afpakken, omdat jij dat bent. Je zou wel gek zijn om dat op te geven. Dus er moet iets gebeuren voordat dat proces in gang komt. Nou, dat is bij jou gebeurd, dan zou je hier niet naar luisteren. Dus die stap heb je al genomen. En nou gaan we verder. Zo van, zolang je nog zo fijn vindt om dit karakter in die droom te zijn en bevestigd te worden daarin, lief gehad worden in die droom. Voor, in feite voor een bevestiging van jezelf, of misschien een actie van jou uit dat jij dat wat je hebt wil behouden. Je gaat het beschermen, je gaat het verdedigen, je gaat er allerlei dingen mee doen om ervoor te zorgen dat jij bevestigd wordt. Nou, dit principe is volop gaande totdat je eigenlijk merkt van. Ja, ik ben daar eigenlijk niet zo happig op. Zeg maar, ik wil heel graag ontdekken wie ik werkelijk ben. Ik wil voorbij deze droom kunnen kijken. Ik wil dat dit als het ware oplost voor mijn ogen. Om werkelijk te ontdekken, diep in mij, zeg maar, diep in mij, mijn zielsbewustzijn, in mijn actuele bewustzijn te krijgen. Dus je kunt voorstellen dat als jij een droom karakter bent in een droom die je hebt gemaakt, waar je helemaal zeg maar achter staat totdat je hem niet meer doet. Als je daar uit ontwaken wil, zul je dus moeten toestaan dat dit in feite oplost. Dat dit gewoon niet meer waarde gegeven wordt. Sommige mensen noemen dat. Tenminste, sommige leraren noemen dat, zeg maar, als het ware sterven. Sterven in dit. Je bent je bewust dat er iets anders is. Nu sterf je in dit idee. In feite laat je het in elkaar storten. Langzaam maar zeker is dat wat er gebeurt. Je gaat door dingen heen kijken. Dingen die werkelijk voor je waren, die heel veel waarde voor je hadden, op een gegeven moment hebben nu ineens geen waarde meer. Ze ontkleuren, als het ware. Ze hebben geen aantrekkingskracht meer voor je. Nou, dit is het ontwakingsproces waar je in zit. En momenten, en dit is waarom ervaringen zo belangrijk zijn, op een moment, per moment basis, kun je dus heel andere ervaringen krijgen. En die je letterlijk uit deze droom halen. Die letterlijk je op laten leven in een heel andere ervaring van jezelf. Nou, dit noemen we een lichte ervaring, een heilig moment, een wonder. Maar hoe dan ook, het is iets wat gaat bevestigen dat er iets anders is dat eigenlijk levend is. En
je komt terug hier, je maakt je dingen waar. De dingen die je nog steeds waarde geeft, maak je nog steeds waar. Maar je hebt ervaringen van die andere wereld, kun je zeggen, van die werkelijke wereld. En langzaam maar zeker ga je je voorbereiden om meer en dieper dat te ervaren. Dat gaat eigenlijk vanzelf, want het is vervullend. En je merkt dat die droomwereld telkens iets tekortschiet. Dat die nooit jou volledig zal vervullen. En dat die telkens in feite pijn aanbieden of angst aanbieden. Of iets wat eigenlijk onwenselijk is voor jouw vrede van je geest. Onwenselijk in de zin van het verstoort. Nou, dit is het proces waar we in zitten, zoals ik zeg, maar hier zijn we ook bezig. Dus jouw genezende bewustzijn wordt geactiveerd, kun je zeggen, door jouw nieuwe ervaringen van waarin jij letterlijk uit deze droom wordt gehaald voor een momentje. Los van het lichaamsbewustzijn, los van het wereldbewustzijn. Maar je geeft je over, kun je zeggen. Je geeft je over aan de werkelijkheid. Nou, dit wordt meer en meer een heel fijne gebeurtenis. Waarin je wel even door iets heen gaat, zeg maar, om in die ervaring te komen. Dan kun je echt even voelen alsof je een soort emotionele bevrijding hebt voor een moment. Het kan dat je gaat huilen of het gaat lachen of gaat ademen of wat dan ook. Zuchten, gapen. Maar hoe dan ook, er gebeurt iets, letterlijk iets wat je kunt voelen, waardoor je voelt dat je dieper inzakt in die ervaring. Of ja, een soort tussenfase die je door laat gaan naar een diepere laag in jezelf. Dit is dan, kun je zeggen, het zielsbewustzijn waar je binnen gaat. De lichtervaring waar ik het over heb. Nou, dit proces van emotionele bevrijding is in feite iets wat je heel goed kent. En ja, ik geef altijd maar een voorbeeld. Een van de voorbeelden zou zijn van je hebt ruzie met iemand. Je weet zeker dat je gelijk hebt, maar je hebt nu voldoende praktijk, waardoor je praktijk in genezing, kun je zeggen, waardoor je durft te vergeven. Je durft je gelijk op te geven. Nou, dat is een interactie met je broeder, kun je zeggen, een interactie waarin jij vergeeft. Nou, dit geeft jou een gevoel van eigenlijk is het alleen maar fijn om dat te doen. Het geeft je een gevoel van bevrijding. Van misschien ook een emotionele release, of hoe je het maar noemen wil. Zo. In één keer voel je weer dat je open gaat. Dat je liefde kunt ervaren. Dat je iets kunt ontvangen. In plaats van vasthouden aan je vaste patroon. Nou, dit ken je. Dus het zacht worden weer, van dat het opengaan van jezelf, dat is heel goed te vergelijken met waar ik het over heb in termen van het dieper zinken in je bewustzijn. Nou, dat noemen we, zeg maar, een genezend bewustzijn. En dan gaat het mij niet om die term, maar het gaat meer om de actie en om de ervaring die je erbij hebt. Want jouw bewustzijn groeit in dat je dit telkens kunt doen in feite. Je kunt elk moment laten zijn zoals het is. En daarmee zie je ook dat je de droom niet nodig hebt om zeg maar vervulling te ervaren. Want dat wil je. Je wil vervulling ervaren. Je wil comfort, veiligheid en vervulling ervaren. Je wil voelen dat je helemaal een deel bent van alles. Een verbindingsgevoel. Tuurlijk. Dat is, zeg maar, in ieder mens is dat zo. Je wil ergens bij horen, als het ware. En dat doe je ook. Maar kunstmatig gezien gebruik je de droom daarvoor op plekjes waar je nooit helemaal thuis voelt. Waar je altijd een soort van vluchteling bent. Waar je wel zoekt ernaar, maar eigenlijk heb je geen plek waar je rustig dat
kunt laten gebeuren. Neem niet weg dat je ernaar blijft zoeken trouwens. Het is een idee wat je hebt, dat je dat daar kunt vinden. Nou, hier is dan de omgekeerde beweging naar jou toe. Jij kunt het in jezelf vinden en het is altijd beschikbaar. Het kan niet van je weglopen. Je hoeft er niet naar te zoeken. Je draagt het in je. Maar dat is het mooie van wat we delen hier. Dus de zielsverbinding. Jouw bewustzijn van jouw zielsverbinding. De ziel, als beeld, zeg maar, de ziel is als een ster in het universum. Zo, het is een straling, het is een frequentie. Het is iets wat continu met het universum communiceert. Het kan dat niet doen. Dus het doet het altijd. En dat is heel constant natuurlijk. Dat is altijd daar. Dat is het mooie van als je daarmee in contact bent, geeft het jou een zekerheid en een veiligheid dat je ook echt niet in de wereld daarvoor gaat zoeken. Maar je kunt er nog wel steeds in aanwezig zijn. Je kunt nog steeds in je droom zijn, kun je zeggen. Maar op een moment bij moment basis, telkens weer laat je het verleden gaan. Want je hebt het verleden niet meer nodig om jouzelf te bevestigen. De toekomst heb je niet nodig, omdat dit moment compleet vervullend is. Dus met andere woorden, je hebt geen behoeftes. Je hebt geen wensen in feite. Want die vervulling die breidt zich uit naar buiten toe vanuit jou. En daarom lossen jouw behoeftes op. En dat is heel apart. En dat wil niet zeggen dat je iets tekort komt of dat je geen levendige ervaring hebt. Nee, precies het tegenovergestelde. Want dit heb je als mens jezelf voor de neus gehouden, bij de neus gehouden, is dat jij denkt dat je continu iets moet hebben van buitenaf dat jou gaat vervullen. En dat duurt de halfwaardetijd, kun je zeggen. De halfwaardetijd van de geschenken die je jezelf geeft als mens is heel kort. Voordat je het weet is dat verzadigd, heb je al helemaal geen zin meer in dat. Je hebt de mooiste telefoon. Je kunt nog een keer een mooie telefoon kopen of weet ik veel wat. Of een auto of whatever. It's like, dat duurt maar heel kort. Nou, dit is in feite waar de wereld, waar je naar op zoek bent in de wereld, en daarom is het zo uitputtend. De hele tijd vraagt het om een aanvulling op een tekort. Het is de basis van de droom. Een aanvulling op tekort. En een zoeken naar verbinding, terwijl je dat dan nooit kunt vinden. Nou, dat is nogal wat. Dus zielsverbinding. Het is altijd apart om zo te praten, omdat je in één keer weer terugkomt bij jezelf en zo van, oh ja, wacht eens even. Dit is niet niks. Dit is een ongelofelijke boodschap. Hè? Dit zet je hele wereld op de kop. En je hele waardesysteem gaat schommelen, gaat wiegelen, gaat uit elkaar vallen. Als je het niet meer hier te zoeken hebt en je vindt het binnen jezelf en je voelt de verbinding, je voelt de ruimte en je voelt de blijdschap. Ja, dan wordt deze plek zo, lijkt zo overbodig. Nou, daar is ook iets voor gegeven. En dit is, zeg maar, ben je bewust van je genezende bewustzijn? Ga je nu dit weggeven? Want die droom die je hebt gemaakt is donker. Nou ga je dat licht in die droom brengen. Om die droom in feite in licht te laten oplossen. Je blijft dat weggeven. Je gaat het uitbreiden door jouw ideeën te delen met zogenaamd anderen. En daarin gaat iets gebeuren. Die ideeën die je uitdraagt, hoef je in feite alleen maar uit te stralen. Jij bent het principe in deze wereld. Je bent het licht van deze wereld. Jij bent het principe, je bent die ster, je bent in verbinding met die ster in jou, die straalt
in deze wereld. En als jij niet de normale dingen doet die je als mens doet, dan zie je dat, dat alles verandert daardoor. Dus het hoeft in feite alleen maar door jouw aanwezigheid. Je hoeft niet mensen over de waarheid te vertellen. Nee, als jij in die ervaring bent, als jij daar heel dichtbij staat, zeg maar, als jij dat durft te voelen in situaties, gaat dat die hele situatie veranderen. Want in feite ben jij een soort van helend principe in die droom. Maar dit is essentieel voor jou, want je gaat niks uitsluiten. Je gaat niet nou zeggen van oké, die wereld, ja, is belachelijk, ik heb daar helemaal geen zin in. Ja, die wereld is totaal onbelangrijk voor mij. Nee, dat doen we niet. Dus je ziet de wereld voor wat die is. Hij is betekenisloos. Maar door mijn aanwezigheid heb ik mogelijkheid om zeg maar die communicatie te delen, om het licht in deze droom te schijnen en in feite alles erbij in te begrijpen met zoiets van, dit hoeven we niet te vechten. Nee, we gaan met z'n allen vertrekken, als het ware. We gaan vertrekken uit deze droom in onze werkelijkheid. Het is een groot ontwaken. Like, alles is daarbij inbegrepen. Het is niet zomaar zeg maar ontsnappen uit een idee als een soort van transcendentie. Alle ideeën maar achter je laten en vertrekken. Nee, dat is het niet. Dit is gebaseerd, kun je zeggen. Daarom doen we dit ook. In de lessen bijvoorbeeld, in de eerste 10 of 20 lessen, heb je altijd je ogen open. Niets wat ik zie betekent iets. Nee. Het heeft alle betekenis die ik eraan heb gegeven. Nou, die laat ik nu in feite ongedaan worden gemaakt. Maar ik heb nog steeds mijn ogen open. Ik zie het nog steeds. Maar op een heel andere manier. Want ik hoef daar niks meer van. Maar ik ben wel aanwezig en ik schijn mijn licht daarin. En nou laat ik gewoon alles toe om te veranderen op een manier die ik niet heb bedacht. Maar die waarbij alles op zijn plek terechtkomt. Zeg maar ter verbinding met het doel van het universum. En dat is in feite een reunie. Het is een vereniging. Het is herkennen dat alles is verbonden. Zien dat alles één is. Dus daarin, jij gaat dat beeld niet meer verstoren met jouw ideeën. Nou, hier krijgt iedereen, net zoals ik, krijgt iedereen fantastische gelegenheden voor om dat uit te leven. Om dat aan het werk te zien, als het ware. Dit is jouw praktijkplek, om dat aan het werk te zien. En heel belangrijk in dit genezen bewustzijn is dan dit idee dat je niet een resultaat verwacht. Je bent niet gericht aan het kijken. Zoals ik zeg, je bent alleen maar aanwezig. En je hoeft niet een bepaald doel te verwezenlijken. Nee, je gaat zien dat het doel verwezenlijkt is. En dat is een actief gebeuren. Dus het is niet zo dat je dan achterover gaat zitten met zoiets van, oké, nou, ik zal wel kijken hoe het eruit gaat zien. Nee, het vraagt activiteit, want in feite vraagt het aan jou om op deze plek te blijven staan, om in deze herinnering te blijven, om continu jouw ideeën op te geven. Dus dat is een behoorlijk actief gebeuren. En ja, je kunt zeggen, het wordt makkelijker, maar dat is ook niet echt zo. Zo van de intensiteit waarin deze ongedaanmaking plaatsvindt, wordt heel specifiek. Komt steeds dichter bij de fundamentele ideeën waar jij nog steeds aan vasthoudt. Of waar die jij een beetje beschermt of zelfs geheim houdt voor jezelf. Dus daarom, voor anderen, als je denkt dat die er zijn. Dus dat is ook belangrijk. Nou, oké. Komen we even terug bij een soort van format die we gebruiken hier. Ik wil zo dadelijk eerst eventjes de dagelijkse les lezen. Les 304 staat voor vandaag.
Dan hebben we wat uitspraken die ik wil laten zien. En dan gaan we kijken naar, als ik in die ervaring kom, als ik zink in mijn rust en stilte, wat gebeurt er precies, maar ook, hoe zou ik dat tot uitdrukking kunnen brengen, bijvoorbeeld in de muziek die ik luister. En, ja, dat kun je met elkaar delen. Dat is leuk om met elkaar, om als het ware jouw diepteplek te delen met een omgeving die daarbij past, met muziek die daarbij past. Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen. Ik kan mijn heilige blik vertroebelen als ik er mijn wereld aan opdring. Ik kan ook de heilige beelden die Christus ziet niet aanschouwen, tenzij ik zijn visie aanwend. Waarneming is een spiegel en geen feit. Wat ik zie is de staat van mijn geest die naar buiten is gespiegeld. Ik wil de wereld zegenen door er met de ogen van Christus naar te kijken. En ik zal de onbetwistbare tekenen zien dat mijn zonden vergeven zijn. Nou, hier komt dan een soort van gebed. U leidt me uit het duister naar het licht. Uit zonde naar heiligheid. Laat me vergeving schenken en zo voor de wereld verlossing ontvangen. Het is uw gave, Vader, die mij gegeven is. Die mij gegeven wordt om te schenken aan uw heilige Zoon. Zodat hij de herinnering van u en uw Zoon, zoals u hem geschapen hebt, weer kan vinden. Ik lees het nog een keer. U leidt me uit het duister naar het licht, uit zonde naar heiligheid. Laat me vergeving schenken en zo voor de wereld verlossing ontvangen. Het is uw gave, Vader, die mij gegeven wordt om te schenken aan uw heilige Zoon, zodat hij de herinnering van u en van uw Zoon, zoals u hem hebt geschapen, weer kan vinden. Weer vinden kan. Laat mijn wereld de visie van Christus niet vertroebelen. Oké. Een wonder wekt het bewustzijn opnieuw op dat de geest en niet het lichaam het altaar van de waarheid is. Dit is de erkenning die leidt tot de genezende kracht van het wonder. Dus een wonder wekt het bewustzijn opnieuw op dat de geest en niet het lichaam het altaar van de waarheid is. Het altaar van de waarheid is. Zo, je bent gewend aan een uitspraak, tenminste dat denk ik wel. Je bent gewend aan een uitspraak dat het lichaam de tempel is. Maar hier wordt het dus anders gezegd. Zo, in die tempel is een altaar. Nou, dat is niet het lichaam. Nee, dat vindt zich in jouw plaats. Dus het lichaam kan nog steeds de tempel zijn. Dat is prima, maakt me niks uit. Maar dit altaar is in jou. Dat is waar het wonder plaatsvindt. En het gaat dan niet zozeer om dat jouw beeldvorming hiervan zo belangrijk is. Maar het gaat er wel om dat je weet, of dat jij in feite die plek kunt voelen in jezelf. Dit altaar is een soort werkplaats voor jou. Nou, misschien heb je er nooit zo naar gekeken, maar het komt er eigenlijk wel op neer. Dit altaar is alleen een altaar als het leeg is, als het schoon is. Of schoon, ja, dat klinkt een beetje viezig, alsof het vies kan zijn. Nou, dat is niet zo. Maar zo van het altaar, als het open, als het heel, als het schoon is, dan communiceert het. Dan communiceer je daar precies, dit is als het ware precies de plek waar die communicatie plaatsvindt. Je kunt zeggen dat het altaar is je ziel. En nou heb je daar dingen liggen. Je hebt daar van alles opgelegd. Hè? Je hebt van alles bovenop je ziel gelegd, kun je zeggen. Zielenpijn, zielen dit, zielen dat, zielenpiet. Je hebt er dingen opgelegd. Nou, die dingen,
Het is belangrijk om die te herkennen. Want anders ga je namelijk niet die puurheid ervaren die wel beschikbaar is. Dus ik noem het altijd maar gewoon, dat is mijn werkplek. Werk in de zin van genezingsplek. Waar ik in feite in contact kan komen met mijn diepe gevoelens van plekken waar ik denk dat ik nog afgescheiden ben. Een soort pijnplek, kun je zeggen. Die pijnplek ligt precies daar bij het altaar. Die heb je er bovenop gelegd met zoiets van, oké, dit moet eerst aan de kant voordat ik mijn puurheid kan ervaren. En dit draag ik nog steeds mee als een herinnering, want dat moet echt gebeuren. Dat moet echt gaan veranderen. Hoe weet ik niet, maar ik leg het op het altaar neer, want in feite vraag ik om hulp daarbij, zodat het kan oplossen, zodat ik het kan zien voor wat het is en letterlijk er doorheen kan kijken om tot een diepe ervaring van mijn ziel te komen, de zielcommunicatie die ik ben. Dus dat is eigenlijk een mooie vergelijking. Dus die werkplaats is in feite de plek waar we ook samenkomen, waarin jij heel veel dingen al hebt gedeeld, hebt gezegd of hebt laten doorschijnen van ja, dit zit er gewoon, dat ik wil heel graag dat dat oplost. Van ik heb hier zo genoeg van. Dit is zo pijnlijk voor mij. Ik wil niet langer dat dit in de weg staat. Maar als ik het zelf kon doen, was het al weg geweest. Dus blijkbaar kan ik dat niet zelf doen. Maar één ding kan ik wel doen, en dat is mezelf toestaan om die pijn te voelen. Iets wat ik liever niet doe, maar voor de genezing ga ik het wel doen. Ik ga me openstellen om dat toe te laten, om het als het ware ook weer bij in te sluiten, in plaats van proberen het weg te drukken of niet te voelen. Nou, je ziet, we zijn hier gewoon in een helingsmoment terechtgekomen. En dit alleen maar door dit wonderprincipe wat ik net met je heb gedeeld. Het lichaam is niet het altaar. Nee, dit altaar is in jou. En jij bent niet een lichaam. Dus dit altaar, hè, dat was even weer het beeld. Oh ja, mijn lichaam kan wel de tempel zijn, maar is niet het altaar van de waarheid, van je ziel. Oké, volgende stap. In de werkelijke wereld bestaat er geen ziekte, want er is geen scheiding, geen afscheiding. Huh? Er is geen scheiding en geen verdeeldheid. Dus die werkelijke wereld is de wereld waar ik in terecht kom als ik het altaar vrij heb gemaakt om het licht te schijnen dat ik ben. Alleen liefdevolle gedachten worden herkend, omdat niemand zonder jouw hulp is. Gaat de hulp van God overal met jou mee. Als je bereid bent deze hulp te accepteren door erom te vragen, zul je het geven omdat je het wilt. Nou, hier is een interessant helingsprincipe. In de werkelijke wereld bestaat er geen ziekte, want er is geen afscheiding, geen scheiding en geen verdeeldheid. Alleen liefdevolle gedachten worden herkend. En omdat niemand zonder jouw hulp is, gaat de hulp van God overal met jou mee. Als je bereid bent om deze hulp te accepteren door erom te vragen, zul je het geven omdat je het wilt. Nou, dit snap je niet zomaar als een mens, want je hebt zoiets van, ja, als ik wil het eerst hebben, zeg maar, ik wil het eerst ontvangen. En hier wordt in feite gezegd, wel, geef het, dan ontvang je het, je geeft het, je vergeeft het, je geeft het vooruit om het te ontvangen. Wat betekent dat dan in de praktijk, in de helingspraktijk waarin wij in feite nu zitten? Hoe doe je dat dan? Hoe ziet dat eruit? De helingspraktijk is dan dit. Als jij toelaat om naar die plek toe te gaan waar je eigenlijk voelt, waar de pijn zit, kun je zeggen, waar het conflict is, en je durft op dat moment om hulp te vragen,
word jij zelf die hulp. Dat wordt jou gegeven. Jij gaat dat uitbreiden. In feite door te geven, door het te ontvangen geef je het. Dat is in feite wat hier wordt gezegd. Zo je de ontvangst en het geven gebeurt op hetzelfde moment. Dat komt letterlijk gewoon bij elkaar. Dus daarom is er in feite geen moeilijkheid ermee. Nee, je ontvangt het en geeft het tegelijkertijd. Want er komen twee dingen bij elkaar. En dat is, zeg maar, er is in het genezende principe is er geen dualiteit, geen verschillen, geen pijn, niet pijn. Nee, het lost op in elkaar. Het wordt geen van beide, kun je zeggen. Het wordt nieuw. Het is een geven en ontvangen op hetzelfde moment. Dat is het hele principe van hoe de ziel werkt. Het is geven, ontvangen. Het is zonder dualiteit. Het is eenheid. Het is letterlijk een stap in eenheid. En daarom is het een, kun je zeggen, een genezend bewustzijn. Want het laat letterlijk alle verscheidenheid oplossen. Alle dualiteit lost op in dat principe. Door dat principe. En een soort kernfusie kun je zeggen. Twee polen komen bij elkaar. En in één keer, wham, daar is de verbinding. Daar is iets weer tot stand gebracht met een oerkracht kun je zeggen. Met een oerkracht die alles laat schijnen. Het is heel kosmisch in die zin, of heel kwantumfysica-achtig. Zo, je brengt twee tegenovergestelde bij elkaar en doordat de reactie plaatsvindt, ontstaat er iets nieuws wat, het is echt de alchemie, zeg maar, van het ontwaken, kun je zeggen. Dus daardoor ontstaat er iets nieuws wat schijnt, wat een heel nieuwe energie heeft, wat een bevrijde energie heeft, wat zich telkens gaat uitbreiden. Niets zal je genezende kracht te boven gaan, omdat niets je eenvoudige verzoek zal worden ontzegd. Omdat niets je eenvoudige verzoek zal worden ontzegd. Welke problemen zullen niet verdwijnen in de aanwezigheid van Gods antwoord? Vraag dan om de realiteit van je broeder te leren kennen, omdat dit is waar jij zult zien in hem. En je zult jouw schoonheid in hem weerspiegeld zien. Ja, dit is, Jezus zal altijd, zeg maar, gebruik maken van je broeder. Dus het is nooit meer een alleen verhaal, zeg maar, waarin jij iets moet doen. Dus van nee. Het is altijd in relatie. In de herkenning dat die relatie gaat jou laten zien, net zoals die twee atoomkernen, kun je zeggen, die in elkaar botsen en tot iets nieuws leiden, zo gebeurt het ook met jou en je broeder. En je gaat door hem gaan je zien. Je kunt het niet afzonderlijk doen. Nee, daarin heb je elkaar nodig. Jij gaat in hem jouw verlosser ontdekken. Op een manier die het helemaal terugbrengt bij jou. Niet dat je nou achter hem aan gaat lopen met hier is mijn verlosser. Nee, dus het is een kernfusie, kun je zeggen, in jouzelf. Waarbij je ziet dat je één bent met je broeder. En die gaat jou niks anders meer vertellen dan dat. In feite, als ik naar jouw gezicht kijk, kun je zeggen. Als ik naar jouw gezicht kijk, jij herinnert mij alleen maar aan thuis. Aan heelheid. Aan oorsprong. Aan de absolute schoonheid van zijn. Dat wordt, jij wordt daarvan, kun je zeggen, het symbool. Alles wat ik daarin ontmoet, ook zelfs niet-menselijke dingen, kun je zeggen. Zelfs bloemen bijvoorbeeld, of wat dan ook maar. Zelfs een theekopje gaat je alles over het universum vertellen. Als je hem kunt zien, als je voorbij kijkt aan de vormen en de wetten die eraan gekoppeld waren, maar nu eigenlijk het kopje zelf laat vertellen wie het is. Nou, dit gaat heel ver natuurlijk.
Maar je kunt zeggen, elk aspect van de droom, elk aspect wat, dat je hebt gebruikt voor afscheiding, wordt herinnerd door jouw nieuwe visie van Christus. Hè? Visie van Christus is een visie van heelheid, is een visie zonder uitzondering of verschil. Het kijkt letterlijk gewoon dwars door alles heen en herkent de volledige communicatie van het universum in dat. Nou gaan we verder. Alleen zijn liefde is werkelijk en hij zal alleen tevreden zijn met zijn werkelijkheid. Red hem van zijn illusies. Dit gaat over je broeder en over jou natuurlijk. Zodat je de grootheid van je vader in vrede en vreugde kunt ervaren. Maar sluit niemand uit van jouw liefde. Stel niemand vrij van je liefde. Anders verberg je een donkere plek in jouw gedachten waar de Heilige Geest niet welkom is. En je zult jezelf ontdoen van zijn genezende kracht. Want door geen totale liefde te bieden, zul je niet volledig genezen worden. En genezing moet net zo volledig zijn als angst, want liefde kan niet binnenkomen waar er ook maar één plek van angst is die haar welkom bederft. Nou, dat is een hele duidelijke uitspraak in feite. Hè? Zo, dit heeft te maken... Oeps. Ja, lekker. Wacht even. Dit is natuurlijk heel anders. Alleen zijn liefde is werkelijk en hij zal alleen tevreden zijn met zijn werkelijkheid. Dus dit geldt voor jou. Je bent alleen maar blij met... Je kunt alleen maar jouw heelheid ervaren als je dat ook helemaal toestaat. Als je daarin iedereen gaat inbegrijpen en in feite alles bijeen gaat begrijpen. Je gaat geen uitzonderingen maken. Je gaat niet denken in termen van verschillen of in termen van vergelijking of competitie. Nee, je laat het allemaal samenvallen. Net zoals ik aan het begin zei, van je, in feite ga je nu kijken door heel actief alle ideeën die je hebt aan de kant te zetten en open naar alles te kijken en te zien hoe het licht in feite alles opnieuw gaat beschijnen voor jou, zodat je het eigenlijk kunt zien voor wat het is. Nou, dit is de zielsverbinding waar we het over hebben. Dit is het genezende bewustzijn waar we het over hebben. Ja, zo alles. Je ziet bij de dagelijkse les die we lazen, dat daarin ook het hele, alles wat ik tot nu toe heb gedeeld met je, ook weer daarin terugkomt als een wondergebed. Je kunt dit gebed bidden als jouw manier van vragen om deze nieuwe visie. Vraag om dit te laten gebeuren. Vraag om de waarheid uit te nodigen in jouw ervaring van jezelf. Het hoeft niet uitgenodigd te worden, kun je zeggen, in de wereld. Nee, het wordt uitgenodigd in jou. Daarin ga je de wereld anders zien. Daarin ga je je droom heel anders benaderen. Oh ja, deze vind ik heel mooi, omdat die zo... Oh, dat gaat verder. Wacht, laat ik hier beginnen. In hem heb je geen zorgen en geen moeilijkheden, geen lasten, geen pijn, geen angst. Geen angst voor de toekomst en geen spijt over het verleden. In tijdloosheid rust je, terwijl de tijd voorbij gaat zonder dat hij jou raakt. Want jouw rust kan op geen enkele manier veranderen. Jij rust vandaag. En terwijl je je ogen sluit, zink je weg in stilte. Ja, dit was een duidelijke inspiratie ook voor wat ik heb gedeeld. Zo in hem heb je geen zorgen, geen moeilijkheden, geen lasten, geen angst, geen pijn. Zeg maar, dit is de beschrijving van jou als jij je aandacht of jouw ervaring richt op je altaar in jouzelf. Alle spijt is opgelost. Je hebt alles wat je op je altaar hebt gelegd, heb je toegestaan om genezen te worden. En dan kan het niet anders dan dat je jouw heelheid ervaart. Ook al is het maar voor een moment. Maar je ziet al, jij rust vandaag. Terwijl je je ogen sluit, zink je weg in de stilte. Laat deze periode van rust en verademing je geest geruststellen, dat al zijn hectische fantasieën
slechts de dromen waren van koorts die voorbij is. Laat het stil zijn en aanvaard dankbaar de genezing ervan. Er zullen geen angstige dromen meer komen nu je in God rust. Neem vandaag de tijd om weg te glippen van dromen in vrede. Dus je ziet al, dat is in feite geen actie. Hè? Het is niet zoiets van, nou ga je proberen nog meer bevestiging te vinden en je gaat harder schreeuwen, waardoor het nog meer jou wordt. Nee, dat is niet zo. Dus hier is precies het tegenovergestelde. Je gaat stil, je neemt tijd om weg te glippen in de vrede, om tijd te nemen om, zeg maar, te zijn in plaats van te doen. En om, ja, je hoeft je wereld niet te redden door iets te doen. Afgezien dan van je mind actief houden om niet iets waar te maken. Telkens te laten gaan in feite.